Ik heb meegedaan met de training omdat ik op dat moment schoonmaakwerk deed. En dat is totaal niet iets wat voor mij is. En ik heb toen te horen gekregen over het project dat gaande was. Die deed aan video editing en vlogs maken en zo. En dat leek mij wel wat, want dat vind ik leuk om te doen. Ik heb vooral geleerd om te kijken met een ander perspectief naar bepaalde dingen die we maken. De opdrachten die we hebben gekregen. In plaats van gewoon een mooi beeld, ook te kijken naar hoe het impact kan geven en wat het kan doen voor een ander en wat het kan betekenen en welk zicht het zeg maar geeft. De impact die het mij gaf is dat ik daardoor meer zelfvertrouwen heb gekregen en meer vertrouwen in hetgeen dat ik doe. Ik ben niet heel erg goed in spreken, maar dankzij deze training heb ik veel meer leren te spreken, zoals deze testimonial. Ik denk dat een van de redenen waarom ik moeite had met het zoeken van een baan is omdat ik niet heel erg zelfverzekerd ben. Ik maak niet optimaal gebruik van het netwerk die ik waarschijnlijk om me heen heb. En dat is jammer. Dat heb ik ook meer geleerd om er toch gebruik van te maken. Om toch te vragen aan de mensen van, hey, weet jij misschien wat ik wel of niet ergens kan doen of waar ik terecht kan. Je leert gewoon heel erg veel, maar vooral jezelf. En dat is heel belangrijk, want dat heb je natuurlijk nodig in ieder baantje en gewoon voor je eigen groei.